In de spotlight. Ik haat mijn buren. Ze zijn zo, hoe moet ik dat zeggen? Alles behalve net. Maar die zomer kwamen twee meisjes met hun ouders naast mij wonen. Ze zagen er net en vriendelijk uit. Ze maakten de straat vurig. Vooral waren ze ook dierenvriendelijk. Ze hadden een hond, Pleisbol. Dat was ideaal voor mijn nieuwe film. Want je kunt het al raden, ik ben regisseur. Hallo mevrouw, wij zijn nieuw hier in de straat, dat daar is ons huis. Heb je misschien een zoon? Liefst van de 16. Marie! Sorry. Het is niks, ik heb er een van 17. Is dat ook goed? Wow, dat is ook goed. Hoi, ik ben Jake. En wie zijn jullie? Ik ben Alix. En ik ben Wat is mijn naam ook? Ze is Marie, niet te ver letten. Ze gaan naar binnen. Hey, Maake, zijn jullie geknipt voor een nieuwe film? Niet dat je het zegt, ze lijken er wel op. Ik vraag het de volgende keer wel. Een paar dagen later. Hoi Jake en mevrouw van de Kassijn. Ik wil iets vragen. Willen jullie in mijn nieuwe film spelen? Meent u dat? Ja, graag zelf. Oké, we beginnen dit weekend. Op de set. Nee, ga daar maar staan. En nu actie. Kut. Dat was de laatste scène. Mega super goed gedaan. Over een maand komt de film uit. De première is op 6 mei. Terug thuis. Hey Marie. Ik wil iets vragen. Wil je met me uit? Ja, heel graag. Ondertussen bij Alix. Ze loopt door het bos. Ze heeft honger. Hey, bessen. Ik krijg het warm. En nu koud. Kom, Pleisbol, laten we naar huis gaan. Terug thuis. Mama, ik voel me niet zo goed. Ik zal de dokter bellen. Ding dong. De dokter is daar. Dat ziet er niet goed uit. Ze heeft een allergie. Wat heb je als laatste gegeten? Bosbessen, meneer. Dat zal het zijn. Dat komt het meeste voor. Ondertussen bij Marie. Jake, het was leuk, maar ik moet nu... Terug thuis. Oh, Alice, weet niet wat er gebeurt. Zeg even... Wat is er met jou? Ik heb een allergie voor bosbessen. En ik heb er gegeten. Wat nu? Ik moet 3 dagen thuis blijven. Maar morgen is de première. Ik weet, ik kan er niet naartoe gaan. Maar... Maar dan is het saai. Sorry. Op de première, mevrouw van de Kassijn. Ja, zeg maar Marie. Alix is ziek, dus is er niet. Oh, oei. Maar ik heb een idee. Kom. Ja. Oh, goed idee. Ik zorg ervoor. Alix. Toet, 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 toet. Alix, zet je webcam eens aan. Ja. Salut. Waarom? Wat? Marie? De film is gedaan en we gaan allemaal op het podium staan. Dit is de beste film dat ik ooit heb gezien. Gewoon ongelofelijk. Hij gaat naar Felix. Hier, mijn kaartje. Ja. Een week later. Mevrouw van de Kassijn... U heeft de prijs van de beste film gewonnen. Ah, oh, ik ben ontroerd, sorry.